Magenta is een project voor en door ouders van een zorgenkind, waarin hun eigen zorg-werk-levenbalans centraal staat. En in workshops hebben we managementideeën vertaald naar de gezinssituatie en kunnen ouders daar samen met andere ouders mee aan de slag. Het is aan een bepaald moment is onze jongste zoon op leeftijd van 3 maanden zwaar ziek geworden. Op datzelfde moment allemaal werd er bij mij een darmkanker vastgesteld. We kwamen dan in een wereldje terecht die wij ons niet kenden. En dat was met veel ziekte, consultaties, opnames, zoeken naar hulpmiddelen. En we hadden daar niet altijd een oplossing voor. Ik heb zelf een zorgenkind. En op het moment van het ongeluk met mijn dochtertje was ik managementtrainer in de banksector. En zonder dat ik het besefte, paste ik heel veel van die managementideeën thuis toe. En het was pas toen een andere mama zo wat tips vroeg, dat ik naar KU Leuven, professor Maas, ben gestapt en heb gevraagd van, bestaat er eigenlijk zo een werkboek, een handleiding voor ouders van een zorgenkind om meer evenwicht te vinden in hun eigen leven. En dan zijn we eigenlijk gewoon begonnen. Ik heb toevallig Magenta leren kennen via een vriendin. En op die manier ben ik meegeweest met haar, eigenlijk met een heel klein hartje, want ik ben niet zo dapper als het over nieuwe dingen gaat. Maar ik was eigenlijk wel heel tevreden en heel verrast. In de eerste plaats omdat Noor ook zelf ervaringsdeskundige is. En eigenlijk zij vertelt vanuit haar hart en vanuit veel dingen die wij ook meemaakten. Zij weet ook van welke kleine dingen wij wakker liggen. En het is ook dankzij het Fonds Gert Noël, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, dat we eigenlijk blijven workshops kunnen aanbieden aan ouders tegen een zeer lage prijs. Wat heel belangrijk is, want heel veel ouders staan er ook alleen voor. En we vinden het belangrijk dat iedereen toegang kan hebben tot wat wij aanbieden. De inhoud was zeer verrassend, zeker in het begin de roze kaart. Alle informatie gebundeld in één plek waar je anders altijd overal moet gaan zoeken en moet gaan smeken om eigenlijk de juiste informatie te krijgen. Vroeger was ik iemand die alles zelf wou organiseren. Ik ben nu volwassen, ik doe dat allemaal zelf. En soms besef je ook niet dat je eigenlijk wel kansen krijgt om ook wel die zorg door te geven. Je bent geen mindere mama als je niet altijd de zorg opneemt. Mijn jongens zijn 16 en 13. Zij groeien zelf naar die zelfstandigheid, maar die zal nooit zelfstandig zijn. Dus moet ik wel handvaten zoeken. Het doorgeven is een van die handvaten eigenlijk. Het time management zorgt ervoor dat je eigenlijk veel efficiënter je dag kan doorbrengen. Ja, maar we hebben ook nog een ander kindje. Pauline is 7 jaar. Een prachtige dochter. We merken nu dat we veel closer samenleven. We hebben tijd over om een keer samen te gaan fietsen of te gaan picknicken of gaan wandelen. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes die het hem wel doen dat het aangenamer is om te leven. Je zit soms in een tunnel eigenlijk van die zorg. Je wordt daar helemaal in meegezogen. En Magenta biedt eigenlijk wat openingen. Het gaat heel sterk vanuit eigen keuzes. Ons zoontje krijgt zuurstof toegediend, omdat zijn longjes zwaar aangetast geweest zijn. Ik kreeg ook nog zondevoeding 's nachts. Dat is niet zo evident als je nog de volgende dag moet gaan werken. Maar tot nu toe lukt het ons. Als we in het ziekenhuis gaan voor consultaties en we stellen die vragen aan dokters ook van hoe doen andere ouders dat, en dan krijgen we meestal de vraag terug dat er één iemand stopt met werken. Maar mevrouw en ik hebben hard gestudeerd en we vinden dat niet kunnen dat wij dat moeten opgeven. We hebben gekozen om alle twee te blijven werken en we willen echt wel dat ons kindje in het gezin verder wordt opgevoed en niet elders. En een aantal mensen, voor hen was dat zo bijzonder dat zij zich ook graag als vrijwilliger inzetten om andere groepen ouders te begeleiden. Maakt ook dat we eigenlijk over in alle provincies sessies kunnen aanbieden. Noor is iemand waar ik ongelooflijk naar opkeek.
Een heel krachtige madame eigenlijk, die op een manier in het leven staat dat ik ook wel heel erg bewonder. En dan heb ik eigenlijk geen moment getwijfeld om ook vrijwilliger te worden bij Magenta. Het is altijd zo heerlijk om mensen samen te brengen die elkaar niet kennen, maar die na 4 sessies zo'n band hebben met elkaar. Als ik thuis kom, ben ik compleet opgeladen. En in plaats dat het lastig is, krijg ik zoveel energie terug. En daarvoor doe ik het eigenlijk. En dan krijg je meer terug dan dat ik moet geven.